Rond 6 uur gisteravond breekt er brand uit in een huis aan de Rietlaan in Son. De vrouw des huizes rent in paniek naar overbuurman Tony Hendricks. Bel ze aan van bel de brandweer. En mijn man ligt nog binnen. Want dat was een gehandicapte man. Dus ik ben naar buiten gevlogen. Inmiddels heeft ook Henny Brugmans in de gaten dat het mis is in de straat. Meters hoge vlammen komen uit het dak van het huis. Toch aarzelen Tony en Henny geen moment en gaan met gevaar voor eigen leven het brandende huis binnen. En samen met Ton hebben we toen die meneer in de rolstoel getild en door de rook en door de rommel die er inmiddels was naar buiten geduwd en getrokken. En achteraf net op tijd. Terwijl weer andere buurtgenoten zich ontfermen over de geredde man, zit de bejaarde buurvrouw van het brandende pand nog niks vermoedend tv te kijken. Maar gelukkig weet Franca van der Kruis haar net op tijd te waarschuwen. Een held. Ja, want anders, ik had het niet gezien, want ik zat naar het voetballen te kijken. De bewoners van het afgebrande huis zijn ondergebracht in een woonzorgcomplex. Mevrouw van Bergijk is opgevangen door haar zoon. Want door de brand is er ook forse schade in haar huis. Verschrikkelijk. Ik heb er geen woorden voor. 3 helden in 1 straat. Dat is een zeldzaamheid. En zelf zijn ze er bescheiden onder. Zo zien wij het niet. De burgerplicht, zullen we maar zeggen. Ja. Nee, ik ben helemaal geen held. Ik was alleen blij dat we eruit waren. En, mevrouw van Bergijk, nog veel meer. Anders waren we er misschien niet meer geweest. Heel versterkt. Ja. Ja?